One day, Charlie be wakana busi mindri. Di akise serefi. Ai nagai. Aknapu. A face batigri. Ano kanga no waweri. A fada tapen kindi. A foe anu. A luku gwa lok to atak masra la deja drink beker mei forbei gaan. Astublief. Di a open ai. Als je tigri zere foe aan u toe. Tigri, taki, heren, zegen deze spijzen en dranken, alsjeblieft. Senaman, me bar yo, te je begi, im sabi dat tigri e begi toe. Te je begi. Jum sabi tak dit dibri e begi tu. Me bar you tranga. Bikai famam me dua trasani. A ben ka wine libi ete. Mada sakaka tapen kindi. A begi. When a masra make wala tu, I make di dibri, I make tigri, I make you tu, me bar you. You wa one ka yep you selfie. No one sma, no ma yep you. You wa one ka yep you selfie. Te yep you selfie. There she, daki, a masra di one begi, and then you, a selfie begi you, and oh yep you. Want kan de from a belong me tigri belong? Oei! Mijn barrio! Mijn lieve beste vrienden, Paramaribo groet u waar u zich ook mag bevinden op de wereld in dit uur rustig. Ik wil het vandaag hebben over de National Storytelling Academy in Suriname, zeg maar gerust, de Nationale Vertelschool, begonnen in 2003 en een paar keren omgedoopt tot een andere naam. We doen hetzelfde, alleen beter, professioneler enzovoort. En het is nu geworden de Anansi International Storytelling Academy. Dat is het. Aisha traint mensen en leidt mensen op tot verteller. Maar kan u ook trainen om uw eigen werk beter te doen, prettiger te doen, aangenamer te doen. Met name geldt dat voor de leerkrachten. Als elke leerkracht goed kon vertellen, als elke leerkracht een goed verhaal had om te vertellen, was de school een aangenamere plek voor de kinderen om te vertoeven. Kinderen, de jonge studenten, die zouden spelen en leren. Edutainment. Educate and entertain. Edutainment. Beste vrienden, dit concept is niet door mij uitgevonden, zeker niet, maar het wordt door ons helemaal gebruikt. Top! Dat is de benadering van de kinderen, bij de kinderen, bij volwassenen, bij de teachers, de leerkrachten. Maar, behin lo, ik zie wat chahi rukeke, a bohut hoige. Susters, dit ding moet ophouden, sa genoeg geweest. Kijk hoe hard we werken, we verdienen zo weinig en toch behandelen ze ons als beesten. We zijn kontrakies, geen beesten. Dit ding moet nu ophouden, er moet een eind komen aan die uitbuiting. En wij vrouwen weten wat we extra te verduren hebben. Na, zo kan het niet meer verder gaan. We moeten samen met die mannen één worden en samen opkomen voor onze rechten.
Het is 1884, plantage Zorg en Hoop. En nu, dit kan niet verder gaan. Het moet veranderen. Kijk naar die militairen. Ze zijn ons komen uitschakelen. Kijk hoe jong ze zijn. Ze konden onze broertjes geweest zijn, onze neefjes geweest zijn. Weten ze wel wat we te verduren hebben? Behinlo, alles wat je vindt, blijf gooien op die militairen. Blijf gooien. En terwijl de vrouwen zo van alles wat ze konden vinden bleven gooien op de soldaten, was er plotseling een schot. Bam! En Tetri viel neer, morsdood neer, in de armen van Ramjani, haar medestrijder. Er heerste paniek. De mannen, de vrouwen, ze werden uit elkaar gedreven. En uit angst renden ze de plantages in. En weer was er een hoge prijs betaald in de kolonie Suriname. Auw! Maar! Bout maar! Het verhaal, dat was dat ding. Vandaag is dat verhaal nog steeds dat ding. En weet u waar u het aan kan zien? Iedereen probeert een verhaal te vertellen. De reclame is niet alleen gewoon reclame. Die reclame vertelt het verhaal over een product. Want zonder verhaal bestaat het product niet. Dus nu gaat het erom dat het beste verhaal wat je vertelt, verkoopt. U weet het al, maar ik zeg het toch, let u erop. Nou, Aisha, Anansi International Storytelling Academy, die traint mensen in het vertellen van hun verhaal. Een verhaal. Zowel kinderen als volwassenen. Mama's, papa's. Maar ook professionals. Hoofdpersoneelszaken bijvoorbeeld. En nog veel meer. In 2000 zijn we zelf uitgereisd naar Curaçao. Een tour dwars door alle eilanden. En tijdens die tour hebben we zelf een hoge officier van de Nederlandse marine getraind. En weet u waarom? Hij had een beetje moeite met het toespreken van die manschappen wanneer zij het schip moeten verlaten en weer teruggaan. Weet je, wanneer ze daar zijn op het schip, dan is het de hele familie. En als je op een gegeven moment afscheid moet nemen van de jongens, zo worden ze genoemd, dan kreeg hij een brok in zijn keel en prima. Geen enkel probleem. Hij doet wat hij doet. Fantastisch. Wat hij deed, doet hij beter. En zo zijn er verschillende mensen in verschillende settingen. Lieve vrienden. Wat ik u wil zeggen is dat wij hier in Paramaribo wederom van start gaan met trainingen. U kunt zich aanmelden en u kunt vragen wat u wil. En dan krijgt u de informatie die nodig is om bij ons de training te starten. En het kan sowieso ook voor uw kinderen, voor uw collega's. En zo, wat we gedaan hebben, is dat we in deze video een paar kleine shots hebben geplaatst, zodat u kunt zien wat mensen kunnen na een training bij ons.
Dus, veel plezier ermee. Ik denk dat ik ook een videootje, korte video van de training erin doe. Als je vragen hebt, dan hoor ik dat heel graag. U bent welkom. Iedereen heeft een verhaal, maar niet iedereen kan dat verhaal vertellen. De juf heeft ook een verhaal. En als de juf haar verhaal beter kan vertellen, heeft ze driekwart van haar les optimaal ingevuld. Zodanig dat de kinderen die leerstof veel makkelijker kunnen produceren en reproduceren. Zodanig dat ze taalvaardig worden, hun fantasie wordt geprikkeld, hun sociale vermogens worden opgerekt, hun empathisch vermogen wordt ook geprikkeld. En dus, het verhaal maakt ons gewoon tot betere mensen, prettigere mensen. Het is een vehikel, het is dus. Maar zij vroeger, met de hoed in de hand kom je door het hele land, laat me één ding zeggen. Met een verhaal, met een goed verteld verhaal, gaan alle deuren open. Niet van het land alleen, overal. Paramaribo groet u, tot later. Rita is 27 en ze heeft al zoveel meegemaakt in haar leven. Jaren geleden was ze op een bigihari. En die mensen vertelden op die avond zoveel verhalen. Een van die verhalen heeft haar lang bezig gehouden. In september dat jaar schrok ze een avond wakker uit haar slaap. Bezweet en het gevoel alsof ze niet alleen in haar kamer was. Ze kroop zachtjes uit haar bed en ging heel voorzichtig naar de woonkamer. In de woonkamer durfde ze nauwelijks een stap naar links of een stap naar rechts te maken. Tak. 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 Gaat ze hier langs? Loopt ze langs? Tak. 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 Oh nee, dat kan niet. Die vrouw gaat langs. En daar stond ze, verstijfd van angst, in haar eigen woonkamer. Helemaal bezweet, met het gevoel alsof haar hoofd alleen maar groter en groter werd. Ze durfde nauwelijks te kijken. Tak. Tak. Ze keek voorzichtig van de ene wand naar de andere wand. En daar was het. In haar eigen huis.
oude houten klok. Ai, boy.